We kennen allemaal inmiddels TikTok, maar nou heb ik me een aantal TikTokkers gevonden. Zo ongelooflijk vet. Talent! Ze doen waar ze zin in hebben en het is fantastisch voor kinderen van 6. Ik kan er niks anders van maken. Vandaag ga ik samen met jullie kijken naar crème de la crème van TikTok Nederland. Zoals je misschien kan raden, ik ben bloedserieus. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik zal je het even laten zien. Merry Christmas! Wauw, man. Hij houdt zoveel van zijn fans. De beste man heet Lorenzo Di Natella. Je klinkt als een Teenage Mutant Ninja Turtle. Hij had een bijrol in een filmpje van Boos van Tim Hofman. Hey, jullie zijn boos, hè? Ja. En is gewoon fulltime TikToker. Het enige wat ik zie is boys die gewoon echt lekker gaan op zichzelf. In ieder geval, voordat we beginnen, ga ik jullie mededelen dat het nog steeds Kelsember is. De maand waarin ik elke dag upload, mits jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag. En vandaag is dat aantal dit. Boom. En daarbovenop kan je ook kans maken op een exclusieve limited edition trui. Zoals deze. Maar ik ga er elke dag één weggeven, dus elke dag maak je kans. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even je Instagram achter te laten in de comments en mij te volgen op Instagram. En dan is het simpel. Dan kan ik elke dag één uitzoeken en die wint die trui. Alright, got a fan making vids of me and my guys. Ja, fucking gruwelijk. Maar hoe toevallig dat gewoon een fan hun film op precies dezelfde plek als dat andere filmpje. De mate van toeval is ongekend. Ik zou bijna zeggen onmogelijk. Hé, hey, je kan zeggen wat je wil, maar mensen gaan er lekker op, man. Wat heeft de beste man nog meer? Ze dacht dat ze alleen was. Dit is waarom je video's altijd tot het eind moet blijven kijken. In 2003 kwam een vrouw thuis van de werk. Nee, ik ga het niet helemaal tot het eind kijken. Je bent mijn aandacht verloren. Ik wil gewoon weer zien dat je je homies een box geeft. Yo, Thomas, ik heb weer een vraag voor jou. Of met iedereen van de wereld kunnen zijn, zo'n bekendheden. Of voor altijd met één iemand blijven. Life questions, man. Gucci, man. Dit zijn de vragen waar ik s'nachts van wakker lig, maat. Snap je? Denk je dat hij een deal zou hebben met Bang Energy? Ik denk van niet. We loeren even verder. Wat is het met elkaar duwen? Doe ik ook altijd, man. Als ik met mijn homies ben. Eerlijk, man. Sorry. Het spijt me echt. Ik bedoel, het spijt me, man. Ik snap de hele vibe niet. Wanneer je esterk probeert te zijn, is dat echt een ding? Esterk? Yo, wat heb jij gisteren gedaan, ouwe? Ah, ik was gewoon esterk, weet je, de hele dag. Ja, ik probeer het ook altijd te zijn, maar ik ken dat niet zo goed. Chantal vindt het wel leuk. Chantal, wat ga je doen? Chantal, waar ben je? Kom eens. Chantal, waar ben je nou? Zou zij ook een deal met Bang hebben? Nee, toch. Het is gewoon toeval dat ze steeds die blikjes in hun hand hebben, denk ik. Het was wel een reclame. Als je dacht dat dit het beste was. Nee, er is nog een hoger level. Het level van Glenn Fontijn. Als ik niet zo druk was in mijn leven, had ik denk ik een Glenn Fontijn fanpage gemaakt. Ga je vandaag laten zien waarom. Was ik maar zo knap als hem, dan kon ik ook dit doen. Nee man, dit is pure jaloezie gewoon. Ja, ik krijg al een beetje jeuk overal. Maar hij gaat zo lekker op zichzelf. Een soort kijken, een soort even die lip. Even zo een beetje ook nog lachen. Ja. Stel je zou de muziek weghalen, dan krijg je gewoon zoiets. En als je dacht dat dit het was, nou, ik kan je vertellen. Nee. Maar voordat we verder gaan, ga ik jou vragen om even te abonneren op mijn kanaal. Want die abonnees, die mogen wel wat harder gaan. Ik tel gewoon straks van 5 naar 0 en dan heb je de tijd om het te doen. 5, 4, 3, 2, 1. Ik moet weer. Dankjewel. Glenn heeft een tweede account. Het heet Glenn Spam. Fanpage owned by Glenn Fontijn. Dus hij heeft een fanpage? Ik snap het niet. Kan iemand die ventilatie aanzetten? Het wordt warm hier. Sweating, nigga, no
no dribble, I bellow with 200 bucks. Studentenverenigingen hebben ontgroeningen. Zo voelt dit. Alsof je hier even doorheen moet en dat je er daarna bij hoort. Waarom, Glenn, doe je niet gewoon modellenwerk, maat? Je bent zo'n lekkere gast. Wat voor cijfer zouden jullie mij geven? Ik kan het cijfer niet noemen, want hij is te hoog. Holy shit. Hoe hoog moet het dan wel niet zijn, nou? 10 plus, 1000, 100 van de 100. Glenn gaat dik, ouwe. Zo dik dat je ook begonnen bent met YouTube. Als je alles wat wij met z'n allen samen in de afgelopen minuten gezien hebben terugstopt naar één YouTube-kanaal, dan is dit het. 24 uur overleven in een parkeergarage. Eng. Als jij in de titel eng zet, dan word ik al bang. Moet ik dit wel doen? Kan ik dan nog wel slapen s'nachts? 24 uur lang in een parkeergarage overleven. Ik vind het mooi, je hebt eigenlijk de hele video al gezien. 15 seconden. Hij hoort iets engs, zijn telefoon is op. En dat meisje is een beetje bang, klaar. Super vette video, man. Nice. Maar er zitten een paar pareltjes tussen, dat is ongelooflijk. Ik weet natuurlijk dat wat ik hier doe voor mijn kerstbomen, dat is een beetje simpel. Kon ik maar ooit op het level komen waarop hij zit. 24 uur, mijn zus, haar huis, zonder dat... Oh, wacht, ik kan niet eens lezen, joh. 24 uur in mijn zus haar huis, zonder dat ze hem doorheeft. Ik ga vandaag Chantal stoken voor heel de dag in haar eigen huis. Ik ga, ja. Nee. Doei. What the fuck gebeurt hier? Als hij maar gewoon zo'n gezicht trekt... Dat het dan sensationeel is. Ik ga het even proberen. Wow, yo, zieke video, ouwe. Ah, ik heb ook echt last van mijn knie gehad. Waarom zou je zo lang wachten? Je hoort haar van de trap komen. Ja, ik kan niet anders dan denken dat dit meisje misschien wel wist dat dit ging gebeuren. Ik zeg er verder niks over, maar dat zegt mijn gevoel. Hallo? Sorry, ik kan het niet meer aan. Ik vind het te spannend. Als hier iemand is, laat jezelf nu zien. Als hier iemand is, laat jezelf nu zien. Ik ben er heel klaar mee met die bezemstelen. En die vaatdoeken. En die geluidjes en... Ik heb net Glenn Fontijn gebeld. Hij is het sowieso niet, want hij nam op. En hij zei dat hij ergens anders was. Nee, ik ben weggegaan, toch? Dat weet je. Mama en papa. Nou, ik denk al met al dat hij niet langer dan een uur gefilmd heeft. Glenn, dan moet ik toch even eerlijk met je zijn. Dit was geen 24 uur. Prachtige video. Omdat we er zo lekker in zitten, kijken we nog even een filmpje van hem. Wie het langst verstopt blijft, wint 1000 euro. Tussen haakjes, grote villa. Ik heb regels. De persoon die ik als eerste vind, moet mij 500 euro betalen. We gaan zien wie 1000 euro gaat winnen. De regels zijn duidelijk. Je kan dus maar ook volgen op TikTok. Hier is een filmpje van mij. Ja, wacht even! Was ik dat? Dat is mijn filmpje. Glenn, loop je me nou te dissen? Ik zal nog eens een keer zeggen dat ik je een lekker ding vind. Laatste persoon krijgt mij 1000 euro. Lorenzo gooit nog even TikTok Jansjes achterin. Lekker bro. Ik geef ook een hoodie weg mensen, dus als je die wilt winnen, met mijn handtekening erop. Abonneer, volg mij op Instagram en wie weet, DM ik jou binnenkort op Instagram en heb je die hoodie gewonnen. Ik zou die hoodie wel willen, denk ik. Wil jij nou een Calvijn hoodie? Laat dan je Instagram achter in de comments en volg mij op Instagram. Het is wel echt waar trouwens. Wat doe jij? Wat doe jij? Ik hoor die al. Alles wat ook maar enigszins sensationeel kan zijn, dikken ze gewoon aan. Valt letterlijk een soort nepplant op de grond. Een plant op de grond houden. Oké, nog even een laatste. 24 uur lang mijn zus pranken gaat fout. Dit is een video waarin Glenn 24 uur lang zijn vriendin van zus. Hij weet dat hij van harte welkom is bij onze work. Zijn zus prankt. Het is natuurlijk niet 24 uur. Het zijn gewoon 4 pranks. Kijk maar even mee. Oh, telefoon! Eeuw! Moet je nog tanden poetsen? Je hebt mijn tandenborstel gebruikt. Wat is mijn tandenborstel? Gadver! Maar Glenn, wat zijn jou over heel de dag pranken? En uiteindelijk is Chantal er klaar mee. Die gaat hem terugpakken. Hoe boontje komt om zijn loontje, ja? Glenn, je bent zelf ook een keer aan de beurt. Ik ga dus doen alsof zijn TikTok-account gehackt is. En dat die hacker een naaktfoto van Glenn heeft geplaatst. Oh mijn god. De prank gaat beginnen. Ik ben benieuwd hoe Glenn gaat reageren. Waarom was je een naaktfoto op TikTok? Hoe wil je? Ja,
gedaan. Heeft die zus een naaktfoto van hem? En kunnen we er prima bij gebruiken. De prank is niet goed, helemaal goed uitgedacht. Oh, Claire, waarom doe je dit? Ik zou het echt niet willen nemen, hij trapte gewoon in. Wie had dat gedacht? Hij is al de hele tijd Chantal aan het pranken. En Chantal zou hem een keer terug mogen pranken. Je mag mij vandaag ook één keer terug pranken. Oh. Nou, misschien is dit wel dan die prank, toch? Maar hij heeft er gewoon niks door. Geprankt. En daar is de camera. Geprankt. Ja, maar het is gewoon, dat vind ik wel. Glenn is boos. Nee, maar het is niet lauw. Net ook al met Glenn eens. Je moet niet fokken met Glenn, ja? Als hij gewoon mensen wil wegduwen op Centraal Station, dan moet hij dat gewoon doen. Geen domme naaktfoto pranks. Ja, we hebben het wel over Glenn Fontijn. Wat heb ik net? Ik kan er niet meer aan. Ik moet hier echt mee stoppen. Mijn hoofd doet gewoon pijn. Merry Christmas.